hier achter het zwembad helemaal. En dan aan de andere kant heb je de zee. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Nee, het is woensdag. Het is 6 uur en ik sta weer op Schiphol. En we gaan vandaag naar Marbella tot en met vrijdag. En het is fucking vroeg, ik heb maar 1 kwartier geslapen. Want door die jetlag kon ik gewoon niet slapen. En dan voor je het laatste 1 kwartier slapen en dan bouw je van jezelf. En dan wou je dat je wakker was gebleven. Dus ik heb nu een zwaar ochtendhumeur. Gelukkig zijn we al ingecheckt, dus tot je alleen security check. En dan even eten, koffie halen hoop ik. En dan weg. En we moeten overstappen op Barcelona, dus daar moeten we eerst heen. Het is echt raar om weer op Schiphol te zijn, omdat ik echt nog geen 24 uur geleden... Ik was Landa uit Miami. En ik nu alweer naar Spanje ga. Ik heb even een koffie gehaald, ijskoffie. En zo'n sunny side up broodje. Dit zijn echt mijn favoriete broodjes van de Starbucks. Echt heel lekker. We zijn geland in Barcelona. Het is hier echt lekker weer. Maar we gaan door naar Malaga. En lopen nu naar de andere gate. Alleen weet ik even niet waar alles is. Ik ben echt net weer het laatste kwartier in slaap gevallen. En fucking moe. En duf. En suf. De seguridad abrochado. Hasta que las le recomendamos permanecer en sus asientos como electrónico sabor. Ik weet niet of je me kunt horen, maar we zijn net aangekomen en het is echt super lekker weer, dus dat is heel fijn. En ik heb net in de taxi weer even geslapen, dus nu ben ik wel weer een beetje opgeladen. En we zijn onderweg naar de kamer. We zijn in de kamer, ik ga jullie even de kamer laten zien en daarna gaan we lekker naar het strand, want het is super lekker weer. Dus even bruin worden. Ze hebben een nieuwe vriend. Ik wil je een high five geven. Dit is het uitzicht als je bij... Hé, je hebt daar een berg. Kijk hoe mooi. Heb je het al gezien? Ja, jaren geleden ben ik daar helemaal het puntje geklommen. Het is super zwaar, maar het is wel gelukt. Okay. Dus dat is de berg van Marbella. Daar hebben jullie ook wat voor. Dit is zeg maar voor de deur en dan kom je zo binnen. Je hebt allemaal eigenlijk een soort van... kamers los in een soort gebouw. Heel veel gebouwen staan er op het park. En dan heb je hier. En dan heb je hier allemaal kledingkasten. En dan heb je hier de badkamer. Very nice. Zo vertelt dat niet, Krim. Nee. Jawel, dat is leuk. En dan heb je hier de kamer. La 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 la. En dan heb je een balkonnetje naar buiten. En daar heb je uitzicht over de rest van het park. Wij gaan naar het strand. En ik weet niet of je me kan verstaan door de wind. We zitten nu op een terrasje en daar heb je hier achter het zwembad helemaal. En dan aan de andere kant heb je de zee. En het is super, super, super warm. We hebben even eten besteld. Dus even wat eten en heel de dag zonnen. Na het zwembad slash strand zijn we gaan douchen en zo en klaarmaken. Het is inmiddels 8:30 al. En hoe laat was de reservering? 10:30 toch? We moeten nog shoppen ook. Hè? En de winkels zijn hier open tot 11:00, dus dat is heel relaxed. Dus kunnen we nu eventjes winkelen. En om 10:30 gaan we pas eten. En daarna kan ik echt niet wachten om te slapen, want ik heb echt zo mega veel uitgaan. Ze hebben je gaat niet. Ik ga echt niet uit. Je kan overal uitgaan met zonder mij en nu kun je opeens. Ik ga niet uit. Ik ga met mij uit, je bent beloofd. Vriend. Morgen kan ik best uitgaan, vanavond niet. Vind je bent beloofd? Ja, niet voor vanavond. Wel. Niet. Wel. Nou, nee. Maar ik heb echt mega veel last ervan, want ik heb gisteren, toen ik was geland, de hele dag geslapen. Toen kon ik vannacht niet slapen, dus toen heb ik 1 uur geslapen, nog niet eens. Ik denk dat ik echt 1.5 uur heb geslapen. Kijk, ik moet al lang wonen. Het kan. Nee, je mama is. Ah. En toen in het vliegtuig 2 keer geslapen en in de taxi nog. Maar dat zijn dan echt van die korte kutdutjes. Dus daar heb je ook niet echt je nachtrust uit.
Dus ik ben aardig moe. En in de zon kan ik niet slapen als ik bij een zwembad lig of zo. En nu zit de zon ook in mijn gezicht te shinen. Het beeld is een beetje raar aan het doen, dus als hij onscherp wordt, dan is dat wat het is. Maar ik ga eventjes laten zien wat... Oh ja, dit is heel raar. Ik ben gisteren de vlog vergeten af te sluiten. Mijn jetlag was zo heavy dat ik gewoon echt op bed ben neergeknald en sliep. En vanochtend pas om 12:30 wakker werd of zo. Dus zo sluit ik deze vlog eventjes af. Het was echt een hele fijne dag. We zijn vanochtend aangekomen en toen gingen we in de zon liggen. En daarna ging ik winkelen en het eten en zo. En ik heb heel lief dit bandje van Jor gekregen. En ik heb zelf ook nog wat gekocht. Even kijken waar het allemaal is. Ik heb namelijk bij Louis Vuitton een kettingje gekocht wat bij mijn oorbellen past. En het is dit kettingje. Het is ook die V die precies zoals mijn oorbellen is. En I love it. Dus hier ben ik heel blij mee. En daarnaast heb ik ook nog iets gekocht. En dat zijn schoenen. En normaal gesproken zou ik deze ook niet kopen. Ik twijfel er ook eigenlijk nog steeds een beetje over. Maar ondanks dat ik er... Maar ondanks dat ben ik er wel heel blij mee. Alleen ik weet niet echt hoe vaak ik het aan ga doen. En dat zijn nieuwe schoenen. En oh, ik doe hem verkeerd open. Zo. En het zijn van die boots die tegenwoordig dus best wel veel mensen hebben. En een soort festivalachtige look. Alleen dan met deze gouden details erop. En dan klik je hem zeg maar zo. Kan je hem openmaken en dan kan je erin. En bladibladibla. Oh, hij gaat niet open. En dan kan je erin. En zo maak je hem weer dicht. En ja, dit is echt wel een beetje een andere schoen dan ik normaal draag. Maar ik denk misschien onder een shortje of zo met een leuk t-shirt naar een festival kan het best wel leuk zijn. En ik ben er in ieder geval happy mee. Dus ik zit nog even te bedenken wanneer ik dit soort schoenen ga dragen. Alleen toch zag ik ze en vond ik ze echt heel mooi. En ik had ze nog nooit eerder gezien. Dus heb ik ze aangeschaft. Ik ga nu lekker de vlog afsluiten. En morgen komt er weer een nieuwe vlog vanuit Marbella. En dan zie ik jullie morgen weer. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje te doen. En je te abonneren op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie morgen. Doei doeg!